Tadaa! Daar zijn we weer. Hi Judith. Hi Sean. Het is goed dat je ook terugzwaait. Dat zien de mensen. Hi Sean. We hebben net even een lunch gehad. Dus we hebben er al vier bolletjes afgehaald. We zijn weer begonnen aan een showblog. Het was een aanbieding, dus we hebben gelijk twee zakken gemaakt, gehaald. 10 voor in de vriezer. Hoe we dat op gaan delen, weet ik nog niet. Maar altijd lekker. Even iets, ga ik ook gelijk mee beginnen. Voor iets wat een guilty pleasure is van ons. De zakjes chips. Dat heeft eigenlijk in de supermarkt nog wel het langst geduurd. Want we zijn op zoek gegaan naar niet de duurste natuurlijk. Nee, een beetje budget moet kunnen. Captonicje heb ik meegenomen. We hebben wat te vieren aankomende 2 weken. 1 dag in de ene week, 1 dag in de andere week. Dus we hebben wat te vieren, dus ook 2 tonnetjes erbij. Ja, we geven het uit, hè? Ja, ruig. Het is echt de tonic van de Albert Heijn. Die is zelfs nog goedkoper dan die van de Lidl. 57 cent. Dat weet je uit je hoofd? Ja, die weet ik toevallig uit mijn hoofd. Dat okay. Is mijn opvulboodschap. Oh, je opvulboodschapje. Lekker appeltjes. En ook hier had ik van de week Basel mee. Een heerlijk appeltje. We hebben ze weer gehaald voor het ontbijtje. Samen met de banana. De stroop die we onder andere gebruiken voor de restverwerking van het yoghurt maken. Want kijk, hier staat hij hoor. Hij staat nog steeds klaar. De yoghurtpan. Daar zijn we dus druk mee. Dus dit is voor de restverwerking van wat er overblijft bij yoghurt. Wil je dat weten, dan kun je nog even teruggaan in een van onze opgenomen filmpjes. Oh, sorry. Ja, die komt hier zo in beeld. Ja, daar, hè? Ja. Dus, altijd een aanrader om te weten wat wij met de restverwerking van yoghurt doen. Voor de rest waren de pasta's in de aanbieding. Dus we hebben een hele berg met pasta's gekocht. Hele berg! Van alles nog wat. Van pennen tot, wat is dat, schelpjes, farfalle, fusilli, barchetti. En ik zie een voor ons heel onbekende, die macaroni. Ga daar maar eens voor naar Italië. Voor de macaroni. Ik hoop dat je ze kunt krijgen. En anders zijn het ook Nederlands geïmporteerde Italianen. Voor de afwisseling hebben we een worstje erbij. Waarschijnlijk dat die ook nog deels opgesneden wordt voor wat er aankomende week en die week daarna gebeurt. Dat is nog even te bezien. We hebben een zakje fijn gesneden zoepgroenten kunnen scoren uit de supermarkt. Daar gaan we nog wat tomaten, pure ketchup aan toevoegen, denk ik. Tomatenblokjes, een paar blikken en wat bouillon. Ik denk een stukje kip, vermoed ik. En gehaktballetjes. En het gaat voornamelijk om de gehaktballetjes, want die zijn aan hun datum in de vriezer. Weten wij niet hard genoeg voor de vriezen? Soms niet. Soms niet. Nou, kun je nagaan. De koffie die wij graag drinken was in de aanbieding. Tweede halve prijs. Dat is dan al voor dit merk een aanbieding. Maar wij vinden nog steeds de koffie toch wel wat duur. En omdat ik thuis ben komen te zitten... wordt er een kopje koffie extra gedronken op zo'n dag. En om dat nou een beetje te compenseren, hebben we ook een tweede merk ernaast gekocht. Om eens uit te proberen wat dit gaat zijn. Weet u tenminste al wat de Italiano
Palermo doet, zijn espresso bonen. Als u weet hoe ze smaken, drop hem down in de comments en we lezen het graag. We hebben wat zakjes geraspte kaas. Voor onder andere bij de spaghetti, die spaghetti, of die fusilli, of die penne. Voorts hebben jullie nog niet gezien dat we ook wat kruiden hebben gehaald. En zoals Judith al in een van de vorige video's zei, de pepermolen raakt op. Nou hadden we gekeken bij de pepermolen die we hier hebben staan, of die na te vullen is. Maar hij kan er niet af. En ik ben toch echt wel sterk, maar ik krijg hem er niet af. Dus moesten we een nieuwe pepermolen halen. Dit was ongeveer de shoplog. Als u wil weten wat we ermee gaan maken, dan ga ik dat nu zeggen. Geen idee. Er is niks voor het avondeten bij. Er is niks voor een avondeten bij. Misschien de kaas ergens, maar dat is het wel. We gaan nog even kijken waar een combinatie ligt van wat we dus in de vriezer hebben. Voor wat we hadden gezegd bij de soepgroenten. He, dus daar moeten dan nog hakballetjes op. We gaan straks in onze lijst kijken wat nog meer allemaal en wat we daar allemaal mee kunnen doen. Ook voor wat er aankomende week in de aanbiedingen gaat zijn. We hebben het in ieder geval. We kunnen dus straks zo in één keer 1-2 dagen achter elkaar meal prepping doen. En dan zijn jullie waarschijnlijk nog niet van ons af hoor, maar dit was het eigenlijk zo'n beetje. Ik zou zeggen, hallo tegen de bel nadat je hebt geabonneerd, want eerder komt de bel niet. Is dat zo? Ja, en een like natuurlijk, hè. Likejes zijn belangrijk. Ja, maar ik doe het liever duim op. Duim op. Oh, sorry. Een like is, ja, daar zit jij wat meer in je normale werk, maar een duim op. Tot ziens! Doei!